Daarom is het een individuele taak. Een individueel plicht van iedere moslim. Van mij, voor jou, van iedereen die deze woorden hoort, is het een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan die eenheid van umma. Sterker nog, heeft ons aanbevolen om als één geheel te opereren en als één lichaam te zijn. Met andere woorden, je bent niet los te koppelen van elkaar. Je dient als één geheel samen bij elkaar te blijven. Op het moment dat een deel verwijderd wordt, dan betekent dat dat gedeelte ziek is, niet bij je lichaam hoort. Of sterker nog, jouw lichaam verder kan besmetten, waardoor het hele lichaam gevaar oploopt. Maar in essentie zou je als één lichaam moeten opereren. En wat de profeet ook zegt, je hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Want een hand lijkt ook niet op een voet. Een voet lijkt ook niet op een oog. Een oog lijkt ook niet op een oren. Oren lijken ook niet op je hoofd, op je mond, op je neus. Met andere woorden, elke onderdeel heeft zijn eigen functie. Elke ledemaat van het menselijke lichaam heeft zijn of haar eigen functie hier op aarde. Dus je hoeft niet per se hetzelfde te zijn.